Dinsdagmiddag presenteerde Ton Dorrestein zijn rapport over het Oerlense papegaaienpark. Aanleiding vormde een uitzending van het TOS-programma Radar begin dit jaar, waarin melding werd gemaakt van massale sterfte onder papegaaien. Er zijn een aantal conclusies die ik maar even op een rijtje probeer te zetten. Er was twijfel over het dierenwelzijn en het dierenmanagement. Nou, mijn conclusie is dat er niets mis is met de kwaliteit van het dierenmanagement en dat het dierenwelzijn in dat dierenmanagement is gewaarborgd. Er is gekeken naar de sterftecijfers. Nou, de conclusie is dat de sterftecijfers van het aantal papegaaien, want daar heb ik me op geconcentreerd, per jaar in dit instituut hoog is, maar dat daar een aantal redenen voor zijn. Het grootste gedeelte van die sterfte wordt veroorzaakt door de sterfte van papegaaien die binnen worden gebracht, door mensen ter opvang worden aangeboden, in de eerste 2 jaar nadat ze binnen zijn gebracht. Nou, een heel groot deel van die papegaaien die door mensen hier wordt binnengebracht, een beetje vergelijkbaar met mensen die hun hond of hun kat aan het asiel brengen, heeft iets. Dus 60% van die dieren die hier ter opvang worden aangeboden, papegaaien, sterft in de eerste 3 jaar. Nou, dat bepaalt in grote mate de grote sterfte van 20% van alle papegaaien per jaar. Directeur Tony van Meegen zat tijdens de presentatie, ondanks het redelijk milde oordeel van Dorrestein, zichtbaar te balen. Begrijpelijk, want het rapport legt een aantal pijnpuntjes bloot in de aansturing door Van Meegen van zijn kindje, het papegaaiencentrum. Ik vind het rapport erg kritisch. Sommige dingen doen mij nog pijn. Welke dingen? Dat staat heel duidelijk in dat ik op een aantal fronten wat tekortschoten ben. En ik aanvaard dat niet als helemaal onterecht. Ik snap goed dat er door de groei van het centrum meer management moet komen. Ja. Dat snap ik ook wel. Alleen tussen het snappen en het werkelijk uitvoeren ligt soms een stukje. Toch gaat de Raad van Toezicht de meeste aanbevelingen van Dorrestein uitvoeren. Het rapport wordt later deze week aangeboden aan minister Verburg van Landbouw. Thank you.